Welkom bij het Huiskamerfestival Amsterdam, special edition. In de botanische tuinen, in Zuid. In Oost, bij de Q-Factory. In Noord, bij de Tolhuistuin. Door heel Amsterdam. Het is altijd zo verrassend. En lekkere muziek en genieten met z'n tweeën. Veel verwachtingen. Ik denk dat het superleuk gaat zijn. Ed Knussen en drie leuke voorstellingen. Ja, dat Persie zit erbij doet echt heel veel. Ja. Relax and enjoy the show. Je komt binnen en het voelt echt alsof je gewoon thuis bij iemand zit en dat mensen aandachtig daar zitten te luisteren en iets willen ervaren. Het is ook heel romantisch dit. Je werd er veel meer gelachen ook dan normaal. Dus dat was wel echt wel heel leuk. Ja, ik heb er heel erg van genoten. Ik vond het echt heel leuk. En dat er ook toch een soort huiskamergevoel is, ondanks dat het buiten is. Goede vibe, een beetje magisch en magistraal. Ja, magistraal. Bombastisch. Om ook gewoon weer zo te beginnen. Ja, echt tof. In een warm bad starten. Dat je die wijk een beetje leert kennen en dat je dan gewoon, ja, als je die wijk nog niet helemaal kent, dat je naar een nieuwe kroeg gaat en daar gaat chillen. En het is een tijd dat je denkt van ja, als er weer opgetreden wordt, leuk om weer ergens bij te zijn, goed voor de artiesten, goed dat er weer optreden zijn en dat er mensen komen. Ik zie je ijskappen helpen! Het is gewoon heel fijn dat er überhaupt een plek is en dat we in een botanische tuin staan te spelen, hallo. Ik was gewaarschuwd dat het in een tuin zou zijn. Ik had niet verwacht dat er nog zoveel wespen zouden zijn in september. Bang, want vermoord ik het niet als ik het verwoord in een lied? Het was fijn om even, ook al is het in de buitenlucht, even een beetje vertierd te hebben zo op de zondag. Ja, absoluut. Ja, ik hunker er zo naar cultuur. Ik ben zo blij dat het er is. Cultuurhonger! Ja. Je ziet elk aanstootje, je ziet elk blikje, je ziet elke zucht. Het vraagt een ander soort van spelen. Je bent gewoon echt. Je laat zien wat er is. Het is wel raar qua dat er opeens allemaal groepjes zijn in plaats van één grote groep. Maar het is ook wel leuk, want je denkt, oh, dit is dus één huishouden. Oh, dit zijn mensen die houden van elkaar. Ja, mensen zitten wat verder uit elkaar, maar verder is er niet heel veel anders eigenlijk. Al zitten ze 10 meter uit elkaar. Ik vind het gewoon fantastisch dat er weer gespeeld wordt en dat er dingen georganiseerd worden. Ik ben altijd blij als ik mag spelen. Dat we weer iets kunnen doen met elkaar. Ik ging laatst zelf naar een voorstelling. Toen begon het met allemaal muziek en licht. Toen dacht ik, ja, ja. Je mag in de open lucht, mag je zo hard lachen als je wil. Niemand heeft er last van. Niemand kan zeggen, doe het niet. Het eerste weekend zit erop. En wat is er veel gebeurd? We hebben kindertheater gezien, we hebben muziek gehoord, we hebben toneel beleefd en we zijn nog niet eens klaar. We hebben nog een weekend. We hebben nu Zuid gehad, Oost en Noord. Dan blijft West over. We gaan naar de Hallen en de Krakeling. Ik zie je daar.